Dag lieve mensen, hartelijk welkom bij Shaman Power. Mijn naam is Jacqueline. Welkom op 3-3, portaaldag. Portaaldag voor maart. We gaan de lente tegemoet. Yes! En in sommige landen is het al meteorologisch weer lente. Wat wil ik jullie eventjes meegeven? Een paar kaarten, want ik voelde dat dat moest, dat dat even nodig was. En de Goddess Power. We gaan echt met de kracht van de godinnen werken. Ook de godinnenkracht in jouzelf natuurlijk. Hè. Aarde en ook weer dat overvloed en het babytje. Hè. Dus jij creëert zelf jouw leven. Water heeft met emoties te maken en ook met stroming. Alles gaat stromen, dus alles gaat stromen. En zonder water bloeit ook niks. Dus geef jezelf ook voldoende water. Drink ook genoeg. Co-creëren met het universum. En dat heb ik dus gedaan. Dat zal ik zo vertellen. Fortune en Lakshmi. Overvloed. Nou, wat is er gebeurd? Ik had dus de cursus neergezet. En ik dacht, wat moet ik nu? Wat moet ik nu doen? Maar ik heb een manifestatie neergezet. En dat wil ik jullie niet onthouden. Want dan snap je ook dat manifesteren wel degelijk werkt. Ik heb aan het universum gezegd, ik wil dat en dat, zo wil ik werken. En dat is hoe ik het liefste wil. En toen dacht ik, moet ik daar? Wat moet ik daarmee met die cursus? Moet ik het laten staan? Moet ik het helemaal weghouden? Moet ik het zelf maken zonder dat er iemand bij is? Want dat kan ik ook. Ik maak deze video's ook, dus heel simpel voor mij. Of ik nu tegen iemand praat of mensen erbij heb, of ik maak dit als een soort e-book, hè. Nou, toen heb ik daar gisteren over gedubt en wist ik niet wat ik daarmee moest. En toen heb ik aan het universum gezegd, weet je, geef me maar antwoorden. Ik kreeg gisteren al een paar antwoorden. Wat ik moest doen, het gewoon zelf maken. Maar ik snapte niet van hoe kan het dan en is dat het dan? Is dat wat de bedoeling is? Maar in de tussen kerst en nieuwjaar heb ik dus die manifestaties gedaan. En ook die, dat ritueel. Daarbij stond dat ik iets moest uitvoeren. Dat komt nog. Maar de rest zou het universum regelen. Ook hoe alles gemanifesteerd werd. Ook qua werk. Qua werk heb ik dus nu dat neergezet. Wat ik doorkreeg. Ik kreeg ook meteen alles door hoe ik het moest doen. En de uitvoering. Hoe en wat en wanneer. Dat liet ik aan het universum over. Ik kreeg bepaalde dingen door. Die heb ik ingevuld. En blijkbaar had het universum andere plannen. Want ik had natuurlijk ook iets gezegd. Ik wil meer vrije tijd. Nou, en wat is er dus nu aan de hand? Nu ga ik die dus echt zelf maken. Dat komt straks, dat is een ander tarief dan natuurlijk. Hè. Komt het in de webshop te staan en dan kun je dat bestellen. Dan ga ik jullie alles leren hoe je blokkades opschoont. Ik ga er activaties in zetten, je woord krijgt er een healing bij. Ik heb ook gehoord wat anders mag nog. Dit kreeg ik vanmorgen van het universum als cadeautje van... Jij hebt toch gevraagd om minder vaststaande stukjes neer te zetten. Je wilde toch meer in je eigen tijd werken. Je wilde toch meer vrije tijd. Dus je gaat het nu zo doen. En nu begrijp ik pas wat het universum dus bedoelde. Dus dat is wat ik je probeer mee te geven. Als je ergens in een richting geduwd wordt die niet stroomt, dan is dat voor je hoogste goed. Dus leer daarvan en wees niet je geïrriteerd. Kijk, ik was niet geïrriteerd van het stroomt niet, maar ik had zoiets van, wat is dit? Ik vraag me dat dan wel af, van waardoor komt dat? Kan ik er iets aan veranderen? Is er iets wat ik anders mag zien? Is er een andere mindset wat ik moet krijgen? Want dat ga eerst even bij mezelf kijken. En als ik dan zoiets heb van, ik weet het eigenlijk niet, geef me maar de antwoorden, daar wil ik graag de antwoord op. En dan krijg je die ook. Soms moet je even wachten. Maar ik had me er al mee afgevonden. Ik denk, ik had al geaccepteerd. Prima, dan ga ik het zelf maken. No problem. Kan ik allemaal. Weet ik dat ook goed is. Werkt ook gewoon. En ik kan het in mijn tijd maken. Hoe waanzinnig is dat? Dus al die datums die ik had gepland dat ik het moest maken op dinsdag, woensdag om 12 uur. Nu vervallen, dus ik maak het gewoon in mijn eigen tijd. Dus dat... gaat er dus komen. Zodra ik alles klaar heb, staat het in de webshop, net als de Inner Guidance. Daar kun je dus ook aan mee, kun je dus gewoon bestellen. Alles staat voor je klaar in die Facebookgroep. Dat gaat met deze cursus ook gebeuren. Die ga ik dus maken voor jullie. En zodra ik alles klaar heb
en alle sessies in de Facebookgroep heb staan, kun je dat dus bestellen. En ja, dan is het klaar. En dan krijg je wel daar nog, daar ga ik wel nog iets bij doen. Want de maandelijkse healing, of de healingen op zondag, die blijven. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. En daar kun je dus ook aan twee zitten daarbij. Dan kun je dus kiezen welke dat je wil, wanneer je dat dus koopt. En dan kun je dus aan meedoen. Maar goed, komt allemaal in dat stukje te staan. Dus deze kaarten voor jou en ook een opsteker voor jou van het universum werkt echt samen met jou. Als jij maar die frequentie verhoogt naar datgene wat jij wil, dan ga je dat ook ontvangen. En soms is het even met een omweg en moet het even anders. Maar dan weet ik, dan heeft het universum iets beters voor me. Want als je iets manifesteert, moet je altijd zeggen dit of iets beters. Nou, dit is voor mij beter. En dat cadeautje mocht ik voor mogen ontvangen. Dus vandaag is 3-3 al een cadeautje voor mij. En ja, wat dan nog meer allemaal vandaag gaat stromen, kan stromen, mag stromen. Ja, laat ik allemaal in het midden. Ik heb in ieder geval zoiets van, ja, moet ik nog een kaartje erbij doen? Even kijken. Ja, hoop ik. Ja, dus dat doen we even. En dan ga ik genieten van mijn zondag. Want dan dreaming. Geef je dromen nooit op. Nooit je dromen opgeven. Je weet nooit op welke bijzondere manier het universum het naar je toe brengt. Want als je maar... Oeps. Als je maar de ruimte geeft. Als je maar de ruimte geeft. Seintjes krijg je genoeg. Reliance. Heb vertrouwen. Heb vertrouwen in het universum. Het brengt jou dat wat voor jou hoogste goed het beste is. En misschien is dat een andere weg. Kijk, ik kan dan wel boos zijn dat het allemaal zo niet stroomt zoals ik het gedacht had. Maar wat ik nu mocht ontvangen, de inzichten die ik nu mocht ontvangen, is nog veel beter. Dus ik ga er iets moois van maken voor jullie. En ja, als je daar zegt van ik heb daar interesse in, ik wil dat straks wel hebben. Want ik moet mijn blokkades opschonen en we gaan dan niet volledig in die blokkades zitten. We gaan dan niet proberen alles uit te kauwen en te herkauwen als een koe. Nee, dat doen we niet. We gaan herkennen, erkennen, opschonen en meteen creëren. Manifesteren. Energie opvullen. Want ook dat hoort erbij. En dat is heel belangrijk, want je kunt dus zowel creëren, manifesteren als ook opschonen. Gaat allemaal gelijktijdig, ga ik je bij helpen. Je ziet, bij mij werkt dat ook. Dus ik zou zeggen, ja, doe je best. Maar in ieder geval ga ik nu gewoon even in de rust. En van mijn zondag genieten. Even lekker niks te doen. Het heeft te maken. Dus als jij nog negatief denkt, laat dat los. Commit je eigenlijk naar het positieve. Commitment is ook de verbinding met jou. En de liefde. Wat jij wil. Het heeft te maken met inner child. Dus het innerlijke kind dat je mag gaan. Hebben we net gehad in de healing. Was fantastisch. Althans vond ik. Ja, was echt alles loslaten, alles mochten ze loslaten, alles mocht stromen, de kracht mocht komen, de berichten komen, dus de berichten. Dus als jij zegt van, ik vind het heel lastig qua liefde, als je daar nog negatieve gedachten over hebt, switch die ook. Want ook dan geef je het universum, want dat kan dus echt jouw psyche zijn, wat jou trekt, wat je los mag laten. En dat mag je dus zien. Je masker mag je afdoen, je mag gaan kijken. Intuïtie, ga kijken vanuit je intuïtie. Vanuit je intuïtie is het al goed, is het al opgelost. En dan dien je het los te laten. En misschien moet je even de pauze nemen, voor sommigen kan dat gelden. Hè? Maar dan komt die weer, hè? Divine timing. Alles komt gewoon zoals het komen moet. Alles stroomt zoals het stromen mag. En weet dan dat als jij in het stukje vertrouwen gaat en dat vertrouwen ook houdt, in, vooral in jouw manifestaties, in jou en de ander, dan geef je het de ruimte. Dan creëer je eigenlijk ruimte. En in die ruimte is er plek voor jou, voor de ander, voor jouw manifestaties. Dan ben je in jouw ik ben energie. En dan mag er alles er zijn zoals het bedoeld is om te zijn. En ja, goed, dat wordt dan geregeld. Dat, ja, je ziet gewoon het universum stuurt het
toch geeft je de inzichten wanneer je iets moet doen. En zo werkt dat, zo doe ik dat al jaren eigenlijk, deed dat eigenlijk altijd al. Ik vertrouwde erop en ik wist gewoon, alles komt zoals alles wat ik nodig heb, komt. Dat is gewoon zo, alles wat bij me hoort, komt. En ja, vertrouw daarop en geniet van je zondag, geniet van deze 3-3 dag, van deze betaaldag. 3-3, als je het naast elkaar legt, is het 8, zo binnen, zo buiten. Wat bij je weg is geweest, komt bij je terug. Vertrouwen. En ga in die kracht staan. Ga in die goddess power staan. Want jij hebt ook die kracht, net zoals ik die heb en net zoals iedereen die heeft. Het is alleen aan jou de taak om daarop in te tunen. Dus als je intunt op negatieve shit, krijg je negatieve shit. Als je intunt op overvloed, op samen zijn, op de liefde ontvangen, om ja, ruimte te creëren voor de liefde. En ruimte te creëren voor jezelf. Dat is het. Financiële vrijheid. Vrijheid in de liefde. Vrijheid in de... En dat bedoel ik niet van iedereen. Maar vrijheid om er te zijn. Om samen te mogen zijn. Om samen te kunnen zijn. Gun jezelf die vrijheid. Dat je alles wat jou blokkeert daarin loslaat. En ja. Ga ervoor. Ga weten. Weet dat het komt. Weet dat je het ontvangen mag. En dat is het allerbelangrijkste. En weet dat als je in een tweelingzielverbinding zit, dat je kunt connecten telepathisch. En weet dan dat er altijd de liefde zal zijn tussen jullie. Goed, ik wens jullie een hele fijne dag. Ik ga niks doen. En even wat kleine dingetjes luisteren. En voor de rest verder helemaal niets. Geef de ruimte. Goed, dankjewel. En voor het kijken en hele fijne dag. En ga creëren vanuit je hart. Ga creëren vanuit datgene wat jij verdient. Want dat is jouw geboorterecht om dat te ontvangen. Vergeet dat nooit. En je dient jouw frequentie te shiften naar dat geboorterecht. En je dient met één been in het nu te staan. En in het andere been dien je in het lulu staat te zijn. Van dat wat jij wil is er al. Dus doe, voel, ervaar, zie, gedraag je alsof het er al is. En het komt naar je toe. Universum kan niet anders dan dat naar je toe brengen. Want het bracht mij vanmorgen ook dat stukje. En ja, het brengt nog meer. En ja, dat is dan gewoon, geef het ruimte. Ga zitten, maak je een kop koffie en laat het stromen. Dankjewel en namaste. Kijk, voor de komende week, ik weet niet wat er gaat gebeuren, is er nog plek voor consulten. Dus ja, als je zegt van ik wil één op één met jou praten, ik wil dat jij mij ondersteunt in dit stukje manifestatie, blokkades opschonen, dan mag je me contacten. Dankjewel en namaste.